Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, jongvolwassenen, kinderen, gasten en alle die op afstand met ons verbonden zijn. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hartelijk welkom in deze eredienst. De dienst zal worden geleid door dominee Mulder. We lezen vanmiddag twee gedeelten uit de Bijbel en wel uit het Oude Testament, 1 Samuel 20, vers 1 tot en met 16, en uit het Nieuwe Testament, Galaten 5, vers 22 tot en met 26. Het thema van de verkondiging is ook deze middag dat je groeien mag. Voor de laatste psalm zal er in de dienst gecollecteerd worden voor toerusting en catechese. De bankcollect is bedoeld voor de vaste kosten van de kerk en het verzoek daarbij is om uw bijdrage structureel maandelijks over te maken. Ter inleiding op deze dienst zingen we nu de psalm die een heel aantal van onze kinderen afgelopen week op school hebben geleerd. Psalm 36 vers 2. Uw goedheid Heer is hemelhoog. Namens de kerkraad wens ik iedereen die hier aanwezig is en allen die op afstand met ons verbonden zijn een rijk gezegende dienst toe. Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die verkiest. In de naam van God de Zoon, die verlost.
In de naam van God, de Heilige Geest, die vernieuwt. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God, onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanmiddag de volgende drie aspecten van de vrucht van de geest. We gaan samen kijken naar geduld, vriendelijkheid en goedheid. Nou, we bezongen net al de goedheid van de Heere. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. En nu met Psalm 97 zingen we over Gods vriendelijk aangezicht. We zingen Psalm 97, het eerste en ook het zevende vers. Na de geloofsbelijdenis zingen we: De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk, geen beperking. Dus opnieuw over Gods goedheid, passend bij wij waar het vanmiddag over gaat. Blijdt u het in uw hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, van waar hij komen zal, maar zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden
en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. In ons gebed mogen we de Heere danken met Johan en Annemie Kool van de Balk 19, want zij ontvingen uit Gods hand een dochter. Ze heeft de naam Deborah gekregen. We danken de Heere ook, we bidden voor broeder Diepeveen van de Oleander 12, omdat zijn gezondheid hard achteruit gaat. Hij ligt volledig op bed. We denken ook aan zuster Takken van de Vijgendam 201. Zij is sinds afgelopen vrijdag opgenomen in het ziekenhuis ter observatie vanwege een herseninfarct. We zullen samen de heren ook danken voor het huwelijkstoerustingsweekend waar 9 jonge stellen uit onze gemeente aan hebben meegedaan. Zullen we tot God gaan in ons gebed. Machtige Heer in de hemel, grote rechtvaardige koning, over deze hele aarde, wij zoeken ook vanmiddag weer naar uw aangezicht. Want uw aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. En als we vanmiddag met elkaar mogen stilstaan bij opnieuw 3 aspecten van de vrucht van de geest, dan willen we u allereerst danken voor uw geduld met ons. Voor het geduld met ons allemaal persoonlijk, met de wereld in zijn geheel. En dan danken we u dat u geduld heeft met ons, omdat u niet wil dat mensen verloren gaan. En dan danken we u, Heere, dat u zich zo openbaart. En dan vragen we u, Heere, of u wilt geven dat dat geduld in onze levens niet te vergeefs is. Dat daar waar we niet geloven in u, waar we nog met de rug naar u toe staan, dat we het geloof mogen gaan omarmen. Dat we tot geloof mogen komen. En met u mogen leven. Heere, wilt u dat uitwerken vanmiddag? Wilt u ook dat versterken? En wilt u geven dat wij zelf ook geduldig zijn? Naar elkaar. Naar onszelf. Heere, u weet waar we tegenaan kunnen lopen. U weet wat ons stress geeft. Wat ons bezighoudt. En hoe makkelijk we boos en heel snel fel kunnen reageren. Wij bidden u, wilt u door uw geest
geduld laten groeien in ons leven. Heer, we willen u ook danken voor uw vriendelijkheid. Voor uw vriendelijke aangezicht. Want Heer, daar hebben we geen recht op. Van nature zoeken we u niet, leven we niet met u. Maar u bent het die in uw vriendelijkheid, uw goede tierenheid naar ons toe komt. En ons uw genade bewijst, elke keer opnieuw. Machtig is dat, Heer. Wilt u onze ogen daarvoor openen? En wilt u geven dat daar waar wij soms vastlopen, waar we misschien heel veel mensen in onze omgeving hebben die niet vriendelijk zijn, of de wereld soms hard en donker en zwaar vinden, dat we dan toch dwars door alles heen op u mogen zien. Heer, wees ons zo vanmiddag goede tieren. Zorg voor ons met alles wat wij te dragen hebben. Heer, dan danken we u ook dat uw goedheid hemelhoog is. Dat uw goede daden groot zijn. Dat uw goede gaven groter zijn, veel groter dan waar wij recht op hebben. En vaak ook veel groter dan waar wij om vragen. We danken u, Heer, voor eten, voor drinken, voor de zegen van het mogen lezen in de Bijbel in alle vrijheid. We danken u voor uw goede gaven aan ons betoond. En we vragen u, wilt u dat ook in ons leven uitwerken? Dat die goedheid van u ook zichtbaar wordt door ons heen. Dat het zichtbaar wordt naar onze ouders, onze kinderen, onze familie, vrienden. Ja, misschien ook wel naar diegenen met wie we nu niet zo prettig omgaan. Heren, wij zijn kleine kwetsbare mensen. En de boze probeert ons te verleiden. En probeert uw werk in ons leven te verstoren. Wilt u zijn werk verbreken? En ons zegenen door ons te helpen die wapenrusting van u aan te doen, zodat we stand houden en dat de duivel van ons zal vluchten. Heer onze God, we bidden u in deze dienst, waarin ook extra aandacht is voor de jeugd, ook voor de jongeren. Heer, we danken u voor de plaats die zij hebben. En we bidden u, wilt u ze ook zegenen op de plaats die ze van u krijgen. Zegent u hen in hun ontwikkeling. Help ze op school. Zegen ze op het werk, geef een fijne tijd bij sport, geef vrienden en familie om hen heen. Wees in het bijzonder bij die jongeren die het soms toch ook ingewikkeld hebben. Als het leven soms zwaar is, als het soms ook intensief is vanwege toetsen, vanwege verslagen die maar af moeten. Heer, u weet dat het leven soms zo jachtig is en we van het een naar het andere moeten. Geef dat onze jongeren u mogen leren kennen en dieper mogen groeien in wie u bent voor hen. En dat ook steeds meer in hun leven zichtbaar mag worden. Dat u met hen begonnen bent en dat u verder met hen gaat. Zegent u in onze gemeente de catechezen, de verenigingen, het werk van JPW'ers. Zegent u ouders, maar ook anderen die een belangrijke rol spelen. We bidden u ook om uw zegen voor de toerusting die in onze gemeente plaats heeft gevonden en plaats zal vinden. Vorm ons allemaal, Heren, opdat wij veel vrucht dragen en opdat u daardoor verheerlijkt wordt. Heren, wil u ook danken dat Johan en Annemie Kool uit uw hand een dochter mochten ontvangen. Dank u wel, Heren, dat u leven heeft laten groeien, laten ontwikkelen in de moederschoot en dat de kleine Deborah geboren is. Wat een wonder, Heren. Alles erop en eraan, Heere, dat is iets bijzonders, waar we u voor willen erkennen. U bent goed, Heere, uw wonderen zijn groot. En wilt u ook zo dit gezin uw zegen geven? Geef dat ze met vreugde met u mogen leven. Geef ook een Annemiek een goed herstel. Heere, we vragen u ook om uw nabijheid voor Broeder Diepenvee, voor Henk, maar ook voor Lieneke. U weet, Heer, dat de gezondheid hard achteruit gaat. U weet, Heer, dat onze broeder een langere tijd kwetsbaar is, maar dat nu menselijke wijs gesproken eruit ziet dat het einde nu echt dichtbij komt. En Heer, dan kijken we op naar u. Wees bij onze broeder. Lichamelijk, psychisch, maar vooral ook geestelijk. Geef dat hij zich helemaal mag overgeven aan u en aan uw genade.
Zegent u hen zo samen met hun gezinnen in alles wat er op hen af zal komen. Heer, we denken ook aan zuster Takke. U weet, Heer, dat ze een herseninfarct heeft gehad. U weet ook hoe heftig het is op dit moment. Dat is voor mij niet bekend, maar u weet het, Heer. Wilt u bij onze zuster zijn, bij haar man. En geef, Heer, dat er in het ziekenhuis goed geobserveerd kan worden, zodat ook de juiste dingen uitgesloten en bepaald kunnen worden. Maar geef bovenal dat ze zich diep afhankelijk van u mogen weten en in vertrouwen op u de weg mogen gaan. Machtige Heer in de hemel, u weet dat we in het leven veel te leren hebben. Ook in de omgang met elkaar. Ook als we relatie hebben. En zijn we dankbaar, Heer, voor de huwelijkstoeristingscommissie in onze gemeente. En zijn we dankbaar dat het huwelijkstoeristingsweekend is geweest. En dat zo 9 stellen uit onze gemeente er met elkaar bezig zijn geweest. Gesproken hebben, nagedacht, gebeden, gelezen. En Heer, we zijn dankbaar dat dat heeft kunnen plaatsvinden. En wilt u die stellen die erbij waren ook zegenen in hun weg naar het huwelijk, in hun weg in het huwelijk. Geef dat ze een voorbeeld mogen zijn voor anderen. In liefde, in blijdschap, in vrede. Maar ook in geduld en vriendelijkheid en goedheid. Heer, wilt u zo deze dienst tot een zegen laten zijn. Een zegen voor ons allen, hier in de kerk en ook op afstand. Zegen het lezen, de verkondiging. Zegent u het spelen van de organist. Zegen de gaven die we geven. En geef dat de techniek ook zijn werk mag doen. Heer, deze dienst leggen we in uw handen. Laat het een goede dienst zijn. Voor ons hier en tot vreugde in de hemel. Om Jezus wil. Amen. Ik heb vanmiddag een plaatje meegenomen, jongens en meisjes. Een plaatje hier uit de kerk. Want als je deze foto ziet, die heb ik vorige week genomen, dan zie je iets wat je misschien nu wel kan zien van de plek waar je zit. Waar in de kerk zie je deze kolommen, balken? Ja, ik zie al vingers, ik zie ook allemaal wijzen. Ja, dat klopt, daar en daar. En als je nou eens goed telt, hoeveel zijn het er? Hoeveel van die balken? Het is echt lastig te zien zo, hè? Komt ook door de opstelling. Zal ik het maar verklappen? Het zijn er 9, ja, heel goed. 9 stuks. En er is eens over nagedacht, want de ontwerper van dit gebouw heeft ook bepaalde symboliek willen toevoegen. En het zijn er 9, dat is niet zomaar. Dat heeft alles te maken met de vrucht van de geest. Want de vrucht van de geest heeft 9 aspecten. En als ik het papier erbij pak, wat ik eens een keer gekregen heb, dan kun je zien dat er spiegels in zitten. En dat heeft als reden dat voor ons een spiegel is. Dat als God in je leven gaat werken, dan komt de vrucht tot uiting. En dat is een spiegel voor wie je bent. En dat die witte panelen, dat heeft alles te maken met de eeuwigheid. Nou, die 9 kolommen, die mogen ons dus herinneren aan de vrucht van de geest. En vanmiddag staan we dus opnieuw stil bij 3 aspecten. En we gaan daarom lezen uit de Bijbel. Eerst uit het Oude Testament. We lezen uit 1 Samuel 20, vers 1 tot en met 16. Over David en Jonathan. En daarna uit Galaten 5. Toen vluchtte David uit Najot bij Rama. Hij kwam bij Jonathan en zei: wat heb ik gedaan? Wat is mijn misdaad en wat is mijn zonde tegenover je vader, dat hij mij naar het leven staat? Hij zei echter tegen hem: geen sprake van, je zult niet sterven. Zie, mijn vader doet niet iets groots of iets kleins zonder het voor mijn oor te onthullen. Waarom zou mijn vader deze zaak dan voor mij verbergen? Zo is het niet. Toen bezwoer David hem nog eens en zei: je vader weet heel goed dat ik genade in jouw ogen gevonden heb. Daarom heeft hij gezegd: laat Jonathan dit niet weten, zodat hij niet bedroefd is. Maar zeker, zo waar de Heere leeft en jij zelf leeft,
Er is maar één stap tussen mij en de dood. Jonathan zei tegen David, wat verlang je? Dan zal ik dat voor je doen. David zei tegen Jonathan, zie, morgen is het nieuwe maan. Dan moet ik beslist met de koning aan tafel zitten om te eten. Laat mij dus gaan. Dan verberg ik mij in het veld tot aan de avond van de derde dag. Wanneer je vader mij echt mist, moet je zeggen, David heeft mij dringend gevraagd snel naar zijn stad Bethlehem te mogen gaan, want daar is een jaarlijks offer voor het hele geslacht. Als hij dan zegt, het is goed, dan heeft je dienaar vrede. Maar als hij zeer in woede ontsteekt, dan weet je dat het kwaad bij hem vastbesloten is. Bewijs je dienaar dan goedertierenheid, want je hebt je dienaar met jou in een verbond van de Heere gebracht. Maar als er een misdaad in mij is, dood jij me dan. Waarom zou je mij toch naar je vader brengen? Toen zei Jonathan, daar is voor jou geen sprake van. Wanneer ik ook maar merk dat het bij mijn vader vastbesloten is, dat dit kwaad je overkomt, zou ik je dat dan niet vertellen? David zei tegen Jonathan, wie zal het mij vertellen als je vader je met harde woorden antwoordt? Toen zei Jonathan tegen David, kom, laten we naar buiten gaan, het veld in. En ze gingen beiden naar buiten, het veld in. Jonathan zei tegen David, de Heere, de God van Israël, is mijn getuige, dat ik mijn vader morgen of overmorgen omstreeks deze tijd uit zal horen. En zie, als het er dan goed voor David voorstaat en ik stuur je geen bericht om het voor je oor te onthullen, dan mag de Heere zo en nog veel erger met Jonathan doen. Als het echter mijn vader goeddunkt het kwaad over je te brengen, dan zal ik het ook voor je oor onthullen. Ik zal je laten gaan, zodat je in vrede kunt vertrekken. Mogen de Heere met je zijn, zoals hij met mijn vader geweest is. Zul je niet, als ik dan nog leef, mij de goedertierenheid van de Heere bewijzen, zodat ik niet hoef te sterven? Je zult toch ook mijn huis tot een eeuwigheid je goedertierenheid niet onthouden? Ook niet wanneer de Heere een ieder van de vijanden van David van de aardbodem uitgeroeid zal hebben? Zo sloot Jonathan een verbond met het huis van David en zei, laat de Heere rekenschap eisen van de vijanden van David. Tot zover het Oude Testament wat we lezen. We lezen nu uit Galaten 5, het stukje over de vrucht van de geest. En daarna zingen we uit Psalm 18, vers 9, 8 en ook vers 9. Hun zijt gij goed, die goedertieren handelen. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Tot zover.
Na de verkondiging zingen we: Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. Bid dat ik genade vind, dat jij het ook voor mij kunt zijn. Dit couplet en ook de andere coupletten uit lied 264 uit de bundel Weerklank na de verkondiging. Met het thema sluit ik opnieuw aan waar het de startzondag al over ging, dat je groeien mag. En dan nu dus de volgende drie aspecten van de vrucht van de geest in Galaten 5 vers 22. Geduld, vriendelijkheid en als derde goedheid. Dat zijn ook de drie punten voor de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ouderen en ook jongeren, u hier en u als u op afstand verbonden bent. Vanmiddag heb ik twee dingen bij me. Dit is het eerste. Een bakje met erin een prachtige druiventros. Ziet er mooi uit. Daar zou je wel van willen proeven. Een prachtige tros met druiven. Maar ik heb nog iets bij me. Nog een bakje. Met nog een tros. En ook die ziet er toch best heel mooi uit. Een prachtige tros. Daar zou je ook wel van willen proeven. En als ik dan die twee druiventrossen zo laat zien, dan is mijn vraag: welke wil je zijn? Welke van deze trossen zou jij nou willen zijn? Want één van deze twee trossen is echt en de andere is nep. Namaak. Kijk, deze is echt. Die is gegroeid, van begin af aan verbonden met de wijnstok, groter en groter geworden. En nu zijn het echte, sappige, lekkere, zoete druiven. Kun je van genieten. Prachtig, dat is echt. En dit is nep. Dat lijkt erop, op afstand is het misschien helemaal wat. Ziet het er misschien nog donkerder en sappiger uit dan deze. Maar het is gewoon nep. Dat is namaak. Welke wil je zijn? Kijk, ik begin heel bewust hiermee, met twee van deze druiventrossen. Omdat ik soms de indruk heb dat als het gaat over groei in het geloof, leven met de Heer Jezus, als het gaat over vrucht, dat we dan vooral maar bezig zijn met de buitenkant. Dat je dan maar vooral laat zien dat het echt wat is van buiten. Maar ja, als je alleen maar van buiten wat laat zien, dus nep, dan ziet het er misschien wel mooi uit. Maar ja, het stelt in die zin heel weinig voor. Het is niet ontwikkeld, het is gewoon zomaar nagemaakt. Maar daar waar het echt is, verbonden met de bron, daar komt het van binnenuit. Dat ontwikkelt ook langzamer. Nou, welke tros wil je zijn? Ga je voor echt of voor nep? Ben je real of ben je fake? Wat wil je? Ga je voor echt? Wil je verbonden zijn met de Heer Jezus en zijn sap als het ware opdrinken? Of neem je genoeg met een beetje aan de buitenkant? Ik begin heel bewust hiermee vanmiddag. Natuurlijk voor jullie jongeren, maar net zo goed voor ons allemaal, want als we eerlijk zijn en we kijken naar al die aspecten van de vrucht van de geest, ja, dan kun je er toch ook bij mensen tegenkomen die niks met God hebben. Er zijn misschien wel atheïsten die een stuk geduldiger zijn dan hun christelijke buren. En daar woont een moslimgezin. Dat is toch echt een vriendelijker gezin dan dat christelijke gezin er tegenover. En daar loopt een jongen bij de voetbal die niks met geloven heeft, maar die meer goedheid in zijn leven laat zien dan die christelijke jongen. Tja, wat is het verschil dan? Ja, dan is het wel geduld, maar dan is het misschien niet zo van binnenuit. In ieder geval niet omdat je verbonden bent met de Heer Jezus. Dan is het niet zo dat de Heer in je werkt en het op die manier tot uiting brengt. Maar daar waar je christen bent, dan kan het niet anders. Of dat wat de Heer Jezus met zijn lichaam op aarde liet zien, dat hij dat nu door zijn lichaam
We zijn zijn lichaam. Laat zien op aarde. Ben je echt of ben je nep? Groeit er iets in je leven? En als de Heer dan zo in je leven aan het werk gaat, dan komt dus dat aspect van geduld naar voren. En mag ik u, mag ik jou eens vragen, bent u een beetje geduldig? Misschien denk je na, geduldig. Ja, dat hangt er vanaf met wie ik te maken heb, het hangt er ook vanaf welke situatie het is. Nou ja, stel dat je graag achter de tablet wil. Maar je broertje zit erachter. En je broertje is bezig achter de tablet. En ja, die heeft gezegd, als mijn level uit is, dan mag jij. Maar dat level duurt natuurlijk een eeuwigheid. En daar sta je. Hoe geduldig ben je? Of jij gaat met vriendinnen weg, gezellig avondje afgesproken. En je wilt natuurlijk nog even douchen, want je wilt er fris uitzien. Maar vlak voor jij in de douche wil stappen, stapt iemand anders erin. En die zegt, je wacht maar even. Ja, hoe geduldig ben je dan? Of je hebt een afspraak. Na het eten moet je gelijk weg. Maar de rest aan tafel doet alsof ze alle tijd hebben. Rustig eten, op het gemakkie. Jij zit op hete kolen. Hoe geduldig ben je? Kan toch best ingewikkeld zijn? Betekent geduldig zijn dat je nou niet boos wordt als je broertje toch extra lang bewust over dat level doet? Dat je het niet vervelend vindt als iemand voor je in de douche stapt en zijn tijd neemt. Want ja, jij bent geduldig toch? En als iedereen relaxed eet en jij zit op hete kolen, je maakt je niet druk, want jij bent geduldig. Ik denk dat u met mij aanvoelt dat het wel lastig is. En op het moment dat je de preek vooral zo opvat van, u moet geduldig zijn, dan krijg je dus vanmiddag het gevoel dat je een vinger naar je toe krijgt van, en u, jij, zult geduldig zijn. En waag het is om het niet te zijn, want, maar ja, als de preek die trant heeft, dan gaat u zo de kerk uit. Dan laat je misschien van buiten wat zien, maar dan is er van binnen niks veranderd. De Heere die wil dit van binnenuit in ons leven veranderen. En geduld als vrucht van de geest krijg je niet door maar eens een keer een opgestoken vinger naar je te hebben van wees eens geduldig. Het is ook niet door nog eens een keer extra tot 10 te tellen. Maar omdat God door zijn geest in je werkt. Omdat je als het ware ingeënt bent in die wijnstok. Je bent zo verbonden met die wijnstok dat dat sap van hem je leven doortrekt. En weet je wat er nou gebeurt als je verbonden bent met hem? Hè? Dan komt dat sap van hem in je leven. En weet je wat je dan gaat leren? Hoe geduldig God met u is. Met jou is. Heren, want die geboden van u die zijn goed, maar ik hou ze niet. Ja, maar ik ben geduldig met je. Heer, heeft u nou zoveel jaar op me moeten wachten? U riep me al, u stond op de uitkijk. Maar ik stond met mijn rug naar u toe. Ja, is de Heer misschien vandaag nog geduldig met jou? Dat je hier in de kerk zit en dat je de neiging hebt om te kijken naar geduld van oké, ik moet wat meer tot 10 tellen. Maar dat de Heer naar je kijkt vanmiddag en zegt, weet je wel hoe geduldig ik met u ben, met jou ben? Ik wil dat je tot geloof komt. Tot verandering. En als je zegt, ja, ik vind het lastig om geduldig te zijn, zou de Heere God je dat niet willen leren op het gebed? Kijk, als je nu de kerk straks uitgaat en zegt, nu ga ik geduldiger leven, dan kom je op een gegeven moment jezelf weer tegen. Dan ben je als ja, zo'n rankje die het zelf probeert, die probeert wat uit te persen. Ja, het lukt niet. En als je aan de andere kant denkt, van nou, dan moet God het dus in me doen. Nou, dan laat ik mijn armen over elkaar en zie je het wel. Dat is het ook niet. Weet je wat nou typerend is voor zo'n echte rank? Die gaat steeds meer lijken op de Heer Jezus. Die zuigt het als het ware in zich op. En het geduld wat de Heer Jezus had met een Petrus krijg je ook. Het geduld wat de Heer Jezus had met andere discipelen, krijg je ook. En dat, nee, dat is niet zo van knop om en je kent het.
Maar het mag iets zijn wat je stap voor stap voor stap meer leert. En dan kijkt je broertje op een gegeven moment op van de tablet. Je bent nog steeds niet boos. Wat is er met jou aan de hand? En dan komt iemand uit de douche en die zegt... Oh, waarom deed je dat nu zo? Anders zou je altijd... Dat het misschien zomaar verandert. Ja, wat is geduld dan? Nou, geduld is de kracht van de Heilige Geest. Dat je niet zomaar uit het veld laat slaan als het tegen zit. Dat er vertrouwen blijft. Geduld is de kracht om soms te blijven staan, terwijl iedereen zegt rennen. Geduld is de moed om soms gewoon eens even niks te zeggen, terwijl alles in je zegt, ik moet reageren. Geduld is meer vertrouwen op God dan op je eigen inzicht. Geduld is kunnen wachten op Gods tijd. Zoals Abraham dat moest leren. Abraham, je krijgt een zoon. Ja, maar Heer, dat duurt zo lang. Geduld, Abraham. Het gebeurt op mijn tijd. David moest het ook leren. Ik heb je gezalfd tot koning, David. Eenmaal zal het gebeuren. Maar je hebt geduld nodig. Het gebeurt op mijn tijd. Geduld is dat je niet vooruitgrijpt en Jonathan een kopje kleiner maakt of Saul dood. Maar geduld is dat je zegt, Heere, mijn tijden zijn in uw hand. Dat is dus compleet anders dan wat je soms ook tegenkomt. Een beetje cynische vorm van geduld. Ah joh, maak je daar nou druk om? Is dat nou zo belangrijk? Ah joh, laat lekker gaan. Dat is oppervlakkig. Maar daar waar God je geduld leert, dan word je, zoals een oud woord zegt, langmoedig. Lang van gemoed. Lang van adem. Geduld is niet zozeer dat je zegt, nou ja, kan er ook niks aan doen, een beetje passief. Moet maar. Maar geduld is het vertrouwen dat God ingrijpt op zijn tijd. Als je kijkt naar wat het in het Oude Testament betekent, het woord langmoedig, dan heeft het te maken met lang van neusgaten. En nee, dan moet je dus niet per se denken aan echt hele lange neusgaten. Maar dat betekent dus toorn. Lang van toorn. Lang van adem zijn. Het duurt heel lang voor je boos wordt. Als je boos wordt, ga je vaak sneller ademen. Langmoedig wil zeggen, het duurt lang voor ik snel ga ademen. En de sleutel daarvoor ligt bij wat Paulus zegt tegen Timotheus in 1 Timotheus 1 vers 16. Daar zegt hij, ik zeg het met eigen woorden. Timotheus, kijk maar naar mij. Hoeveel geduld God met mij heeft. Hoe langmoedig de Heer is. Hij is werkelijk traag tot toorn. En eigenlijk kun je alleen maar zo'n echte druiventros zijn als Gods geduld voor jou je verwondert. En eigenlijk aan het einde van het eerste punt is de vraag dus, kent u God nou zo? Ken jij de Heer zo? Dat God geduldig is met jou. Dat hij de tijd neemt om je te vormen. Daar waar jij soms denkt, het moet door en je voelt je soms falen. Dat God zegt, ik heb geduld met je. En dat je zo ook geduld krijgt met jezelf, met anderen. En dat in dat werk van God in je leven steeds meer zichtbaar wordt dat God met je bezig is. En dan komt dat dus uit in geduld, maar ook in vriendelijkheid. Vriendelijkheid, waar moet je dan aan denken? Nou, denk niet aan dit voorbeeld, maar toch. Ik weet niet of u, of jullie nog een huistelefoon hebben. Ik denk een heel aantal niet. Maar het kan soms gebeuren op een huistelefoon dat er dan zo'n verkoper belt. En die is dan heel aardig. Vanaf het een of ander callcenter wordt er gebeld. En je merkt dan die persoon en hoe die spreekt, dat die toch echt wel heel vriendelijk is. En dan krijg je zo'n gevoel van, ja, ja, je wil gewoon wat verkopen. Je bent vriendelijk met een addertje onder het gras. Vriendelijk.
Ja, dat is een beetje aan de buitenkant. Vriendelijk als nepvrucht. Ja, dat is dat je altijd maar lacht. Altijd maar vrolijk bent. Maar dat iedereen merkt van, je lacht wel. Maar dat ben je niet. Je doet wel aardig. Maar er zit iets onder. Je bent aardig om aardig gevonden te worden. Je bent vriendelijk zodat mensen zullen zeggen, tjonge. Ja, misschien gebeurt het jullie ook wel eens. Dat je op een gegeven moment binnenkomt lopen en dat je dan zegt, mam. En dat je moeder dan al met zo'n argwanende blik naar je kijkt en zegt, ja. Want dat stemmetje van jou, dat is toch net even iets vriendelijker dan anders. Heb je iets nodig? Addertje onder het gras. Ik weet niet of het bij u wel eens gebeurt, maar dan heb je een feestje en dan ben je vriendelijk voor iedereen. En dan kom je thuis en dan wordt er eerst een potje ruzie gemaakt. Dan ben je vriendelijk voor al je vrienden en dan kom je je ouders tegen en dan ligt er iets een klein beetje scheef en bam. Of andersom, hè. Dat je je ouders heel vriendelijk ziet doen tegen die collega, hangt de telefoon op of doet de deur dicht en dan krijg je me toch een veeg uit de pan. Al die vriendelijkheid in één keer weg. Wat is vriendelijkheid nu? Misschien kunnen we deze vriendelijkheid wel het beste begrijpen als we dicht bij barmhartigheid houden. Dat vriendelijkheid is iets van meeleven vanuit je hart. Vriendelijkheid is begaan zijn met mensen. En dat mag groeien. In de oude vertaling wordt het woord goedertierenheid gebruikt. Goedertierenheid als woord kennen we zo niet meer. Maar het beeldt iets uit van Gods verbondstrouw, van zijn zorgende goedheid. Ja, zoals een moedervogel zorgt voor haar jongen, bewogen is. Er alles voor doet, zo, bewogenheid, vriendelijkheid. Ja, zoals je het ook naar voren ziet komen bij David en Jonathan. We hebben net een stukje gelezen. En daar wordt ook dat woord goedertierenheid gebruikt. Jonathan die houdt bij David aan en zegt, David, bewijs je dienaar goedertierenheid, vers 8. En ook vers 15. Zul je mijn huis, je goedertierenheid, niet onthouden? Ze sluiten een verbond van liefde. Ze hebben elkaar lief met de liefde van hun ziel. En dan zit voor mij de sleutel in vers 14. In vers 14, daar zegt Jonathan, zul je mij de goedertierenheid van de Heere bewijzen? God is goedertieren, barmhartig, vriendelijk aangezicht. Zul je voor mij nou zo zijn, David? Zul je met me omgaan, niet naar wat ik verdien, niet naar jouw gevoel is, maar zul je mij behandelen zoals God zou doen? Gods bewogenheid. Ja, David, zul je Gods handen in mijn leven zijn? Gods ogen in mijn leven? Gods stem? Jonathan, die dringt er bij David op aan. Je moet naar God toe. Kijk in de spiegel van zijn liefde. Ja, en dan is het Gods vriendelijkheid. Gods goedertierenheid. Zijn barmhartige bewogenheid. Dat hij zegt, dat wil ik in je leven nou uitwerken. Misschien vind je het ingewikkeld. Om altijd maar vriendelijk te zijn. Ook tegen mensen die lastig zijn. Maar dan is de Heer hier vanmiddag. En die zegt, ga nou niet de kerk uit en doe het maar een beetje van buiten. Maar kijk nou eens naar hoe vriendelijk ik voor jou ben. Want van nature ben jij een vijand van mij. Van nature zoek je mij niet. Maar mijn aangezicht is nou in vriendelijkheid tot jou gewend. En als je dat nou binnen laat komen, dan wil ik in jou, in uw leven, in ons leven, wil ik dan dit laten groeien. Dat wij de handen van God, het hart van God, mogen zien. En dan schrijft Paulus iets over de Filippenzen, waarvan ik zeg, oh wat hoop ik dat we dit over onszelf kunnen zeggen, maar dat de mensen over ons kunnen zeggen. Paulus die schrijft, uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend.
Wat zou het geweldig zijn als mensen in onze omgeving kunnen zeggen: uw vriendelijkheid, de vriendelijkheid van die mensen van die Pnio-kerk, zijn alle mensen bekend, daar mag iedereen van weten. En misschien komt er dan iemand in de buurt en die zegt: nou, een beetje wantrouwend. Als, het zijn van die verkopers, ze willen zieltjes winnen. Maar dat ze misschien wel tot op je hart mogen kijken. En in je hart iets zien van een werk. Ja, dat is niet van jezelf, dat is van God. Dat ze nieuwsgierig worden. En met dat ze iets van die vrucht bij jou proeven. Ik proef iets van God in je leven. En dat wil ik ook. Wat een zegen als de jongeren dat bij ons als volwassenen mogen proeven. Wat een zegen als in ons leven dat stukje geduld en vriendelijkheid, maar ook goedheid naar voren komt. Dan zijn we dus bij het derde punt van de preek. Als het gaat over vriendelijkheid en goedheid, je zou kunnen zeggen dat zijn twee vrienden van elkaar. Die horen bij elkaar. Vriendelijkheid is de bewogenheid vanuit je hart. En goedheid, dat is de bewogenheid met je handen. Vriendelijkheid, dat is dat wat er rommelt van binnen. Je binnenkant. Goedheid is dat wat je handen aan de buitenkant laten zien. Dat zie je ook gebeuren. David en Jonathan, die zijn bij elkaar en Jonathan die zegt: wil je de goede tierenheid van de Heere bewijzen? Hij doet een appel op het hart van David. En David die belooft het. Ze sluiten een verbond. Maar een hoofdstuk later, 2 Samuel 9, dan is daar in één keer Mefiboset. Een kreupele nazaad. En ja, niemand die verwacht dat David nou nog rekening zou houden met deze Mefiboset. Want elke koning in die tijd die maakte al het nageslacht van de vorige koning dood. Er een einde aan. Maar David die heeft die goede tierenheid van de Heer in zijn hart. Die laat Mefiboset komen. En de goedheid komt tot uiting in hoe hij omgaat met Mefiboset. Dus begin bij die vriendelijkheid. Die dan in ja, goede daden, goede werken tot uiting komt. Ja, hoe komt dat bij ons tot uiting? Is er misschien een kreupele Mefiboset? Waarvan we weten, ons hart moet eruit gaan. En waarbij het eigenlijk past dat onze handen goede daden doen. Moet u misschien daar een mandje boodschappen gaan brengen? Op bezoek gaan? Vrijwilligerswerk doen? Meeleven? Kaartje? Is er misschien een jongere in de kerk die u op uw hart heeft? Waarbij u zegt: ja, ik voel mijn barmhartigheid opkomen voor die persoon. Maar dat misschien ook tot uiting mag komen. Jongeren, onder jullie. Dat je misschien iemand weet waarvan je zegt: dat is zo'n Mefiboset. Dat je ergens wel weet: nou, ik zou er misschien wat mee moeten. Maar dat daar waar de Heer je al een barmhartig gevoel geeft. Dat er een volgende stap mag komen. Dat de Heer door zijn geest je aanzet om nog iets te doen. Ja, ik snap best dat als het gaat over iets betekenen voor een ander, dat wel eens tegen kan vallen. Wat als je een snauw krijgt in plaats van een bedankje? Wat als je je best doet en het wordt niet begrepen? Ja, als dan die goedheid lijkt op dat van buiten, dan kan er zomaar frustratie en boosheid en negativiteit bovenkomen. Maar daar waar je leeft vanuit Gods geduld, vanuit zijn vriendelijkheid, vanuit wat hij je geeft in zijn goedheid, dan heb je een basis om op terug te vallen. Dan schrijft Paulus iets verderop in de Galatenbrief, 6 vers 9 en 10. En laten wij niet moe worden goed te doen. Want te zijner tijd, op Gods tijd, zullen we oogsten. Laten we niet opgeven. Laten we goed doen aan allen. En vooral ook aan de huisgenoten van het geloof. Ja, laat ik het zo zeggen. Maar gewoon eens de mensen dichtbij. Het is natuurlijk heel wat om te zeggen: ik geef iets in de collecte. Ik geef iets voor arme mensen.
Mooi. Maar mag het ook iets zijn van mensen dichtbij? Dat misschien je ouders, of een broeder in de kerk, een zuster, een jongere, misschien wel een bejaarde, dat die iets van goedheid mag ontvangen. Ja, bepaalde dingen denk je misschien anders over, maar toch dat de geest je vanmiddag beweegt om iets te betekenen. In Matteüs 25 vertelt de Heer Jezus hoe belangrijk het is om in de praktische dingen te voorzien. Eten, drinken, kleding. Want in Matteüs 25, vanaf vers 34, zegt hij: dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn: kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis. U bent bij mij gekomen. En dan het opmerkelijke. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Wanneer dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en een gastvrij onthaald? Wanneer naakt en u gekleed? Wanneer hebben we u ziek gezien of in de gevangenis en u bezocht? En de koning zal hen antwoorden: voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. De mensen zijn helemaal verbaasd. Ze deden het niet zomaar voor het uiterlijke of om wat mee te verdienen. Nee, we deden het omdat ons hart ons daartoe bracht. Ja, omdat de geest in je werkt en je soms brengt op punten en dingen laat doen die je niet voor mogelijk had gehouden in jezelf. Wat een wonder. Ja, dat je groeien mag. Ik begon de preek met het voorbeeld van deze twee trossen. Wat voor tros wilt u zijn? Als je het op deze manier probeert, dan ga je de kerk uit en doe je heel geduldig. Kom heel vriendelijk over. En doe je misschien wel wat goeds. Maar het heeft geen bodem. Daar waar de geest in je werkt, laat hij je zuigen. Zodat je zijn liefde op je in laat werken. En dan mag het tot uiting komen. En dat je groeien mag in geduld, vriendelijkheid en goedheid. Tot slot. Wie wat zoekt in de Bijbel naar deze drie aspecten, die komt erachter dat het ook een opdracht is. Paulus die zegt in 1 Thessalonicenzen 5: wij roepen u ertoe op, broeders, met allen geduld te hebben. Dat is een opdracht. In Efeze 4 zegt hij: maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk. Opdracht. En naar de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan zegt Jezus: ga en doe u evenzo. Over goedheid gesproken. De opdracht klinkt, maar het is ook een vrucht. Zou die opdracht en die vrucht, die soms tegenover elkaar lijken te zijn, niet veel meer bij elkaar passen? Dat daar waar die opdracht lastig wordt, dat we juist in gebed gaan. Juist die verbinding zoeken met de Heer Jezus. En zeggen: Heere, ik vind het soms zo lastig. Maar wilt u het me maar leren, zodat ik kan zeggen tegen alle mensen in de kerk, in mijn gezin, in Veenendaal, op mijn werk: ik wil jou van harte dienen. En als Christus voor je zijn, ja, ik vind het lastig, maar ik bid dat ik genade vind, dat jij het ook voor mij kan zijn. Amen.
Zullen we samen tot God gaan in ons gebed. Heer onze God, Vader in de hemel, u bent de wijngaardenier. U bent het die inent, die snoeit, die opbindt, met het doel dat er veel vrucht komt. En dan weet u, Heere, hoe het met de ranken ervoor staat. Heere, snoei ons maar. Bind ons op. Opdat de vrucht van uw geest openbaar komt in onze levens. Heere, we kunnen het soms lastig vinden dat dat een opdracht is om zo te zijn. En we kunnen het soms zo van buiten mooi maken. Maar u weet, Heere, dat wij vernieuwing van ons hart nodig hebben. En we hebben ook uw genade nodig. Want Heere, we belijden u. We zijn soms zo ongeduldig. Onze vriendelijkheid is soms zo als een addertje onder het gras. Zo selectief. Onze goedheid is soms ook gericht op onszelf en schiet tekort. En Heere, wij komen tot u. We vragen u om vergeving voor waarin we tekortgeschoten zijn. We vragen u, snoei zo in ons, opdat de vrucht van uw geest meer en meer ontwikkelt. Misschien nu nog klein is, maar groter en groter mag worden. Heere, wij hebben u nodig. En u weet, Heere, dat we van nature het verkeerde doen. En soms ook zo vallen in bepaalde valkuilen. U weet dat de agenda's van ons ons voort laten jagen. En dat onze gezondheidssituatie soms ook voor zorgt dat dingen ingewikkeld zijn. We vragen u om veel van uw geest. Heilige Geest van God, vul ons opnieuw. Dat we werkelijk in onze relaties, in onze gezinnen als Christus voor elkaar zijn. Ook als ons misschien onrecht is aangedaan. Heere, van nature lukt dat niet. Of vaak niet. Maar werkt u zo in ons, opdat we gevuld met uw genade verder kunnen. Geef ons dan wijsheid, Heere, om onze kinderen op te voeden. Om onze plek in de samenleving in te nemen. Ook als anderen totaal niet geloven. En misschien zelfs belachelijk over u en over uw dienst doen. Geef ons wat nodig is, Heere, ook de komende week. Geef ons wijsheid en inzicht. Stel ons ook tot een zegen. Zegen ons als we van hier zullen gaan. Zegen de heer Juvant als ze nog samenkomen. Heere, we bidden u voor de poster, het werk wat daar gebeurt. We bidden u om uw zegen voor de werken van barmhartigheid die ook daar gestalte krijgen. Die met elkaar mogen organiseren. Zegen de vrijwilligers, de mensen die daar hun taak hebben. We bidden u voor het project in Pakistan. Geef wat dat ook mag bijdragen aan gerechtigheid. Heer, u weet hoeveel onrecht er is op deze wereld. We willen juist ook op deze zondag vragen of u projecten, of u plekken waar men zich inzet voor het doen van gerechtigheid, of u die wilt zegenen. Wilt u ook ons helpen om goede keuzes te maken als het gaat over onze consumptie? Dat we daarmee misschien onrecht in stand houden. Grote God, u bent zelf rechtvaardig. Wilt u in uw goedheid ons nabij zijn, ons leiden en geven dat anderen onze goede werken mogen zien en u daarom zullen verheerlijken. Help ons zo, Heere, vandaag en morgen en de komende week als pelgrims onderweg en geef dat niemand van ons zal hoeven te schrikken als we eenmaal voor u zullen verschijnen. Ja, geprezen bent u, Vader, Zoon en Heilige Geest, van nu tot in eeuwigheid, om Jezus wil. Amen. U mag uw gave geven en daarna zingen we zo mogelijk staande onze slotzang, Psalm 89, vers 3 en ook vers 7. Thank you.
ontvangt u binnen de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.